Vlaanderen Vakantieland, het toeristisch programma van de VRT-televisie, was in Borgerhout. Voor opnames over locals en hun geliefkoosde plekjes in Borgerhout. De stad Antwerpen heeft een nieuwe smartphone-applicatie en die heet This is A. En er staan eigenlijk tips op van locals die eigenlijk de beste plekjes in hun buurt geven. En zo is er dus ook de Borgerhoutse local Chris Gevers, die Katluiten meetroont doorheen de buurt rond het Krugerplein. Ik vind Borgerhout eigenlijk geweldig. En zeker hier rond het Krugerplein. Dat is eigenlijk een klein dorpje. En dat is heel present. Dat is zo'n klein sociaal weefsel dat daar ontstaat. Plus, ik kan hier eender welke dag naar de winkel gaan. Ik hoef niet in een auto te springen. Alles is vlakbij de buurt. Heel veel creatieve mensen. Heel veel mensen die veel boeken lezen. Gewoon heel veel toffe mensen. Jonge mensen, oudere mensen. Heel veel kleinkinderen die hier geboren worden. Dat leeft hier gewoon. Chris neemt Katluiten mee naar Bar Leon, naar het huiskamerrestaurant Carrots en naar Café Plaza Real. Maar ook naar AB Hostel, een kleine gezellige jeugdherberg die internationale bekendheid geniet. Allemaal troeven die Borgerhout een ander imago kunnen geven. De perceptie van velen is nog altijd dat Borgerhout toch die gevaarlijke wijk van de stad Antwerpen is. En wij willen eigenlijk laten zien dat dat niet waar is en dat er hier heel veel hippe, leuke adressen zijn waar je als toerist eigenlijk terecht kan. Katluiten is alvast zo onder de indruk dat ze in Borgerhout wil komen wonen. Wanneer kom je hier wonen? Wel, ik ben nu aan het zoeken. Ik ben alle nummers aan het opschrijven van de huizen die te koop staan. En zo snel mogelijk. Maar echt, hè?